Tijdens de feestelijke kerstdagen laten onze BN'ers niets aan het toeval over en delen ze gul hun vieringen met de wereld via Instagram. Sylvie Meis, die duidelijk in de wolken is met haar nieuwe liefde Wim Bele, wenst haar volgers een magische kerstavond toe met een liefdevolle foto van hen samen. De vraag reist hoe Sylvie en haar nieuwe liefde de kerstdagen zullen doorbrengen. Vorig jaar bracht ze kerstavond nog door met haar ex-man Rafael van der Vaart en zijn huidige partner Estefana Polman, die Sylvie altijd welkom heet. Nu Sylvie een nieuwe relatie heeft, zou het zomaar kunnen dat er dit jaar twee extra stoeltjes aan tafel worden geschoven. Naast Sylvie delen ook andere bekende koppels hun romantische kerstmomenten. Jutta Leerdam viert kerstavond met haar grote liefde Jake Paul, terwijl Hugo Kennis zijn partner verwendt met een heerlijk kerstdiner, gevolgd door een gezellige All You Need Is Love Sessie. Monika Geuze kiest voor een bijzondere kerstavond door samen met haar ex een bezoek te brengen aan het Amsterdamse winterparadijs, Vergezeld door hun dochter Zara Lissy. Ook de familie Roelvink viert samen, genietend van hapjes en het uitpakken van cadeautjes, waarbij Dries Roelvink traditiegetrouw eerst probeert te raden wat erin zit. Bas Smit trekt zijn mooiste kersttrui aan en verrast Nicolette van Dam met bijzondere laarzen tijdens deze warme kerstavond. Al met al biedt deze blik op Instagram ons een kleurrijk en gezellig inkijkje in de kerstvieringen van onze favoriete sterren.